Jeroen, we staan hier voor de Plus Supercup. Wat houdt dat in? De Plus Supercup is voor kinderen van groep 5 en 6 van de lagere school. En die strijden om de sportiefste school te worden. Dus het gaat niet om prestaties, het gaat om dat mensen aan het bewegen zijn. We geven vers fruit weg, dat mensen gezond eten. En dat de ouders en leiders ook positief gaan coachen. Dus we willen heel veel nadruk leggen op enthousiaste mensen en niet, wat we wel zien langs de velden, op andere dingen. Dus we willen heel erg op gezondheid, sportiviteit, bewegen enzovoort inschakelen. Willy, op welke manier ben je hiertoe gekomen voor dit toernooi te organiseren? Oeh, dat is lang geleden. Ik denk dat het initiatief ooit bij Appie te Cellen van Ratum lag. Jonge jeugd, zeg maar, in de leeftijdscategorieën zoals ze hier nu vandaag zijn, om die enthousiast te maken voor het voetballen. En vandaag hebben wij dus de groepen 5 en 6 hier op het complex. En dat is eigenlijk die tussengroep, hè? Want het traditionele schoolvoetbaltoernooi 7-8. Ja, dat is paasvoetbaltoernooi van FC Winterswijk. Ja. Nou, dit toernooi wordt om het jaar gehouden bij FC Winterswijk en bij Trias. Okay. Dus volgend jaar is FC Winterswijk aan de beurt. Dus hoeveel vrijwilligers heb je nodig? Ik denk dat we vandaag zo met z'n 20 vrijwilligers hier aanwezig zijn. De parkeerwachten in de kantine, rond de organisatie van het toernooi. Ja. En we hebben 12 scheidsrechters. En geen enkel probleem om die hier bij te hebben? Nee, eigenlijk niet. Nee. Wat maakt het zo leuk of eventueel lastig misschien ook vandaag? Weet je, deze categorie maakt het nog niet lastig. Vaak, ze lopen alle natuurlijke bewegingen waar de bal voor is, ingooien of indribbelen. Ze gaan zelf al staan. Bij de senioren is dat heel anders. Daar proberen ze van alles. Maar deze kinderen zijn gelukkig, doen het op een hele leuke manier. Dus net ze zeggen, het is hier vooral leiding eigenlijk geven vandaag. Ja, je moet ze wel wat begeleiden. Mm-hmm. Zoals spelbegeleider. Maar ze maken het mij tot op heden niet lastig. Oké. Okay. Eventueel ouders of leiders langs de kant? Hoe gaat dat vandaag? Ik kan me daarvoor afsluiten, maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik hoor van de zijkant niemand wat zegt. Er wordt hier vandaag gestreden om de Fair Play Cup. Ja. Jij als hoofd van de scheidsrechters, op welke manier beoordeel jij dat? We beoordelen dat op basis van de respons die we terugkrijgen van de scheidsrechters in de wedstrijden die zij hebben gefloten. Die formulieren die komen weer bij mij terecht en daarin ga ik samen met Jeroen kijken van wie we nomineren voor de Supercup. Voor de Cup dus, ja. Nou, dat is wel een heel mooi initiatief, dus het gaat eigenlijk niet om het winnen. Nee. Stand houden jullie geloof ik helemaal niet bij. Nee, houden we bij, niet he? Eens bij. Hoe doen ze het allemaal eerlijk? Waar gaat de bal naartoe? Geven ze op het eind van de wedstrijd nog een handje? Hoe gaan ze om met tegenslagen? Kijk, je ziet ook wedstrijdjes met 4-5-0. Dat is op zich niet belangrijk, maar de kinderen zijn blij. En bij een goede actie probeer ik ze nog te complimenteren. En daar gaan ze leuk mee om. En zo bekijk ik een beetje wie dan het sportiefste is. Maar tot op heden zijn ze allemaal even sportief. Hoe is het bij jou gegaan? Nou, we hebben nu nog één wedstrijd gewonnen en 2 wedstrijden verloren. Dus er moet nog wel even wat gebeuren als je nog wat wil winnen, toch? Ja, zeker. Of waar gaat het hier vandaag eigenlijk om? Voetballen. Ja, voetballen? Maar wat kun je winnen? Kun je überhaupt wat winnen vandaag? Of gaat het eigenlijk om iets anders nog? We kunnen een beker winnen. Maar je kan niet een beker winnen op... Je moet lief tegen elkaar zijn. Dan kan je pas een beker winnen. Rens, je hebt net gevoetbald hier. En hoe is het gegaan? Goed. Heb je gewonnen? Of hoe is het? Dat bedoel ik eigenlijk. Heb je leuk gevoetbald? Ja, wel leuk gevoetbald. Eentje verloren, 2 verloren en 1 gewonnen. Dus een beetje wisselend. Ja. Zit jij normaal ook op voetballen? Ja. En bij welke club dan? Trias. Dus het is een thuiswedstrijd voor jou? Ja. In welk team voetbal jij van Trias? 9-1. In welk team voetbal jij? Ik zit niet op voetbal. Maar je hebt nu wel gevoetbald, toch? Vond je dat leuk? Isa, je hebt net gevoetbald al? Hoe ging dat? Goed, ik vond het wel leuk. Ja? Wat vond je zo leuk? Met mijn klas... een paar kinderen van mijn klas voetballen en dat we dan gewoon lekker actief zijn. En net zeg van, waar gaat het eigenlijk over vandaag? Gewoon dat je plezier hebt en veel overpassen, veel goals maken, gewoon veel plezier. Jij bent de aanvoerder van het team, geloof ik, klopt dat?
Ja, ook topscore daar. Wat heeft de meester van tevoren gezegd als je aanvoerder bent? Wat moet je voor zorgen voor je team? Je moet veel mensen aanspreken als ze iets niet goed doen. En gewoon compliment geven en ja. Ja. Dat is een echte aanvoerder dus. Hè? En hoe ervaar je? Doet hij dat goed? Ja, ik vind wel dat hij het goed doet. We doen het 49 teams doen er mee, dus kleine 500 kinderen. En de weergoden zijn ons mee gezind, dus het is echt, ja, het is echt heel mooi hier. Thank you.